Twee ploegen die maar moeilijk weten te scoren dit seizoen. De Meren in het oranje, Kwik in het zwart. En de eerste kans is voor De Meren, de verdediger van Den Brink. Twee ploegen die dus onderaan staan in de derde divisie. En allebei smachten ze naar een zege. Hier opnieuw een goede kans voor de thuisploeg. Den Haag. Zo heet die speler. Niet de stad, want we zitten in Utrecht, onder de rook van Utrecht. Een buitenwijkje, daar moet dan de eerste zege komen voor Michel Stegink en zijn Kwik 20. Hier misschien een keertje. Het schot van Korkies. Maar wordt geblokt. Het wegwerken is daar. Kom op, Kees. Ja, kom op. Ja. Dit levert geen gevaar op. De Meren dat onlangs nog tegen PEC Zwolle speelde voor de KNVB-beker. De eredivisionist won hier met 0-5. En hier is opnieuw Den Haag weg. Den Haag met voor zich Bokkering. Den Haag, oh, hij raakt de lat. En zo zijn de eerste kansen in de wedstrijd voor de Meren. Dat nu weer de bal heeft met Howard. Stolker komt te snel inlopen. En daardoor nu de ruimte voor Howard met een schot. En Van Berkel. 0-0 de ruststand. En Kwik 20 op jacht naar een goede aanval. Visser. Daar is Kemna. Kemna. Och. Beste kans van de wedstrijd. Jip Kemna. En dat is natuurlijk toch een beetje het probleem van beide ploegen, maar niet weten te scoren. Kwik 20, natuurlijk de erfenis van Van Bentum. Scoorde vorig jaar aan de lopende band, vertrok naar HHC. En bij de Meren missen ze Gökhan Yasar, vorig jaar topscorer. Dit is zijn broer. Die maakt een overtreding, zou je zeggen, op Schepers. Maar het gaat door, de voorzet van Yasar. En het schot is daar, maar ongevaarlijk. Het gaat goed met Schepers, hij kan verder. Kom dan, De Meren! Hey! Hier! Vasthouden, schat! En zo voetbal je 500 minuten het hele seizoen en dan weet je maar drie keer te scoren. Deze twee ploegen weten er alles van. En krijgen we nog een doelpunt. Zwienenburg. En hier, oh, dat is een goede actie hoor. Dani Korkies, die moet scoren, maar dat doet hij niet. En niet alsnog. Dani Korkies had zijn ploeg daar op voorsprong kunnen schieten. Pina. Alessio Pina. En daar, oh, bijna Jip Kemna. Kwik 20. Wil die voorsprong, wil die goal. Wil zo graag winnen. Het lukte nog niet dit seizoen. Misschien nu dan. Kemna, doe het. Oh, de paal. En zo heeft De Meren de lat geraakt in de eerste helft. En Kwik 20 raakt de paal in de tweede helft. Maar nog steeds 0-0. Hakan Yasar. Vindt Den Hartog de aanvoerder. En de halve omhaal van Den Haag. Hij raakt de bal niet. Dat is maar goed ook. Ziet ook Michel Stegink. Wacht nog altijd op zijn eerste zege als coach van Kwik 20. Komt hij er dan nog in de slotfase? Nee. Dit is Alessio Pina die bijna aan de bal komt. Voor de derde keer dit seizoen speelt Kwik 20 tegen een promovendus, want dat is De Meren. En voor de derde keer lijkt het niet te gaan winnen. Of het moet in de slotfase gebeuren. Nog één keer naar voren. Jan-Willem Kemp vindt Jeroen Visser. Schiet maar. Oh, de keeper. Joey Swanink zit ertussen en zo blijft het 0-0. En wint Kwik 20 wederom niet. Het is wachten op goals. Aanvoerder, voetbal is een spel waarbij het draait om het maken van doelpunten. Hoe frustrerend is het dan als dat maar niet wil lukken? Ja, heel frustrerend. Ik denk dat ik vandaag heb gezien dat we genoeg kansen hebben gecreëerd om in ieder geval een doelpunt te maken. En ik denk uiteindelijk ook wel om te winnen. Nou, die gaat er dan niet in en dan eindig je op 0-0. Ja, ik zei net al in de klik, van de week gaan we op lijnvoetbal oefenen. En misschien dat we dan de bal erin krijgen. Ja, die bal moet gewoon in de 16. Ja. Hij moet in het netje en het is op dit moment net niet.